Er zijn twee broers. Grote broer en broertje. Ze wonen samen met hun vader op de boerderij. Grote broer vindt het heerlijk om te helpen met de koeien en de geiten. Maar broertje, die vindt het hartstikke saai. Elke dag is hetzelfde. Op een dag zegt broertje tegen vader: "Pap, ik kan geen geit meer zien. Ik ga weg. Ik wil nu al het geld dat u voor me gespaard heeft, want ik ga op avontuur." "Dat kan toch niet?" zegt grote broer boos. "We hebben je nodig op de boerderij." Maar broertje trekt zich er niks van aan. Vader geeft hem het geld en zwaait hem uit. Broertje reist naar een ver land. Hij koopt een mooi huis en prachtige kleren. Hij eet bij de duurste restaurants. En wat doet hij nog meer? Wat zouden jullie doen met heel veel geld? Weet je dat? Heel veel dure spullen kopen. Dure spullen kopen. En wat nog meer? Speeltuin. Speeltuin. Leuk, nou dat deed hij dus allemaal. Maar vandaag heeft broertje trek gekregen in puddingbroodjes. Hij opent zijn geldkluis. Oh, maar die is helemaal leeg. Hij heeft geen cent meer. Al het geld is op. Geen puddingbroodjes dus. Zelfs geen droog brood. Oh, wat moet ik nou? Broertje durft niet naar huis. Zijn vader zal wel hartstikke boos zijn. Hij heeft al zijn geld opgefeest. Broertje moet nu werken. Bij de varkens van een hele strenge boer. Hoe doen varkens? Weet jullie dat? Oh, en de buik van broertje knort ook. Wat een honger. Hij pakt wat varkensvoer. Net als hij een grote hap wil nemen... Hey, hey, ho! Betrapt. Zelfs een oude stinkel mag hij niet eten. Zijn buik knort nog harder dan de varkens. Was ik maar bij mijn vader, denkt broertje. Misschien als ik heel hard mijn best doe. Misschien mag ik dan wel bij hem terugkomen. Dan slaap ik in de stal en... ja. Elke dag tuurt vader in de verte. "Waarom kijkt u zo?" zegt grote broer. "Dat broertje van mij komt echt niet terug, hoor." Maar dan zien ze iemand aankomen. Oh, het is broertje. En wat doet vader? Is hij boos? Hij rent op broertje af en... hij geeft hem een dikke, dikke knuffel. Oh, ja. Grote broer vindt het helemaal niet lief. Als vader een groot feest geeft voor broertje, is hij boos. Vader vraagt wat er is. "Waarom geeft u een feest voor hem? Hij is een nietsnut en hij heeft al uw geld opgemaakt. Ik heb al die tijd keihard gewerkt. En ik krijg nog geen slinger of een ballon." Vader legt zijn hand op de schouder van grote broer. "Grote zoon, alles wat van mij is van jou. En dat is altijd zo geweest. Maar broertje waren we kwijt. En nu is hij weer thuis gekomen. Nou, dan moeten we toch vieren?" Wauw, jongen, wat denken jullie? Gaat grote broer naar het feest of niet? Wat denken jullie? Ik denk ja. Denk jij ja? Ik ook. Ja? Wat zouden jullie doen?